In de vorige twee video's hebben we een goed voorbeeld van modern imperialisme gezien, uh, toen we keken naar hoe de Britten uh, de politieke en de economische greep op India verstevigden. Nu zullen we gaan kijken naar uh, de cultuur in India, want die verandert ook door de Britten. Want net als bij de politiek en de economie proberen de Britten ook de cultuur naar hun hand te zetten. En dat gebeurt bijvoorbeeld door iets wat ik in de vorige video ook al noemde: dat er steeds meer Britten naar India migreerden. En dat dat, dat onder andere kwam door die snellere verbinding. Hè? Dus uh, die, die, die stoomschepen die ook nog eens een kortere route konden nemen, dankzij dat Suezkanaal. En ook omdat het Engels nog belangrijker werd gemaakt in de rechtspraak en in het onderwijs. Er waren heel veel verschillende Indiase talen, maar die waren allemaal niet meer toegestaan in de rechtspraak en het onderwijs. En ja, die, die Britten, die, die voelden zich ook gewoon heel superieur aan die Indiërs. En die hadden ook echt het idee van, nou ja, wij, wij, wij moeten de, die Indiase bevolking, die moeten wij beschaven. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat, dat kinderen van, van hoge Indiase functionarissen, dat die mogen gaan studeren in Groot-Brittannië, aan universiteiten in, in Oxford, en in Cambridge, en Londen en dergelijke. En daar komen zij dus in aanraking met uh, hele westerse ideeën van uh, democratie en nationalisme en dergelijke. En ze zien dus dat uh, hoe de zaken in uh, Groot-Brittannië geregeld zijn voor de bevolking, dat dat heel anders is dan uh, hoe er in uh, India met de bevolking wordt omgegaan. En dan zie je dus dat een aantal van die hoogopgeleide Indiërs, dat die dus besluiten om de Indian National Congress op te richten. En uh, ja, hier zien we de eerste groep die daar voor het eerst voor bij elkaar komt in 1885. En die streven in eerste instantie naar één doel, namelijk we willen meer gelijkheid tussen de Britten en Indiërs in het koloniale bestuur. Nu zijn de, de verhoudingen in het bestuur nogal scheef. De Britten bepalen en als er al Indiërs in het bestuur zitten, dan hebben ze altijd lage posities. Maar uiteindelijk was het hoofddoel voor dat Indian National Congress, en het doel dus op de lange termijn, was onafhankelijkheid van India. Dat was waar ze eigenlijk naartoe wilden werken. Maar goed, ze wisten ook dat dat een proces zou zijn van de lange adem, dus stap voor stap, eerst maar eens dat doel voor de korte termijn voor elkaar krijgen. En dat is al heel erg lastig, want de Britten geven niet toe aan de druk van het Indian National Congress. En uh, dat komt eigenlijk door hun wereldbeeld, door de grootte van hun wereldrijk. Hè. Hier op die kaart zie je uh, zie het Britse Rijk aan het einde van de 19e eeuw en al die roze gebieden die, die staan uh, onder direct gezag van de Engelse koningin. En uh, ja, daarom voelen zij zich superieur. We hebben het grootste rijk ter wereld. Uh, wie doet ons wat? Waarom zouden wij dan naar iemand anders luisteren? En ze zien het eigenlijk ook gewoon als hun taak om de wereld naar Brits model te beschaven. En een idee dat hier heel goed bij past. Dat is een idee dat aan het einde van de 19e eeuw in het gedicht van Engelse dichter Rudyard Kipling voorbij komt, de zogenaamde White Man's Burden. Het is de plicht van de blanken om niet blanke volken beschaving bij te brengen. En dat zie je bijvoorbeeld in deze cartoon zie je dat terugkomen. Je ziet daar de man links met, met de rode jas, dat is John Bull, die staat symbool voor Engeland. En we zien de man rechts met, met de, de Stars and Stripes jas, Uncle Sam, die symbool staat voor de Verenigde Staten. En uh, beide heren, die hebben een mand met allerlei, uh, ja, exotische volkeren, zoals uh, de blanken dat dan zouden zien, uh, die zij uh, de rots opdragen richting de beschaving. Ja, en die rol zagen de Britten dus echt voor zichzelf weggelegd. Hiermee legitimeerden ze in ieder geval het moderne imperialisme en al het racisme en discriminatie dat eronder lag.